Hallo, ik ben de misdaadauteur NPO Books. Dit filmpje heeft als doel om jou in de kerststemming te brengen. Dit doe ik door een feestelijke taart te bakken. Door de titel bekend te maken van het boek dat komend voorjaar van mij verschijnt. En als klap op de vuurpijl, door jou een boek cadeau te geven. Jawel. De komende minuten zal ik laten zien hoe een misdaadauteur een moorddadig lekkere taart bakt. Want bakken is een klein beetje een hobby van me. Het belangrijkste ingrediënt is de verboden vrucht. Dit is de vrucht die inzicht geeft in goed en kwaad. Want dat is waar een misdaadroman over gaat. Ik gebruik 1 kilo van de verboden vrucht. En dit zijn de andere ingrediënten voor mijn taart. Roest, 2 à 3 theelepels. Cyanidekristallen, de fatale dosis. 50 gram. Ik gebruik ook het ei van de groene mamba, de giftigste slang van Afrika. En nu vraag je natuurlijk af wat dit zijn. Zijn het soms uitgedroogde longblaasjes van een krokodil? Nee, dit zijn gewoon rozijnen. Geweekt in warm rattenbloed. Daarnaast gebruik ik doodgewone ingrediënten als roomboter en een taartmix. Belangrijk is het ook om te denken aan de hygiëne. Ik heb eerst mijn handen gewassen en mijn nagels schoongemaakt. Want ik wil natuurlijk niet dat er nog stoffelijke resten onder mijn nagels zitten. Zo, nu kan ik aan de slag. Eerst ga ik schillen. Zo, nu kan de taart de oven in. Nu moet de taart 60 tot 75 minuten in de oven blijven zitten. Wat ik overigens eerder heb beweerd dat ik er cyanidekristallen in heb gedaan, dat is natuurlijk helemaal niet waar, want ik ga mezelf niet vergiftigen. Komend voorjaar verschijnt mijn nieuwste boek. Dit wordt het volgende deel in mijn serie over Bram Peetsen en District Heuvelrug. De titel van het boek is De Dood van Calista de Vries. Je kunt hem nu al bestellen bij de plaatselijke boekhandel. Zo, de taart is gelukt. En nu wens ik je een smakelijk kerstfeest en een verrukkelijk 2012. Tot ziens, nieuwe kristallen!